Goedemiddag, volgers, daar zijn we weer. Vandaag gaan we het dus paella maken met kip en konijn in de elektrische paellapan. Kijk, die heb ik al gepakt. Wat heb ik gedaan? Ik heb een liter water opgezet. Daar ga ik zo kippenbouillon van maken. Hier, het kippenbouillon. Dat maak ik zelf. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben diepvries dopetjes nodig. Diepvries persieboontjes. Ik heb hier rookpaprika. Huiswijnwit. Een beetje rozemarijn. De echte Antonio Sotos paella rijst. Kurkuma poeder. Saffraan heb ik nodig. Een laurierbladje. Traditionele olijfolie. Komt er weer niet uitkomen bijna. Een beetje peper. Zout uiteraard. Een beetje chilivlok om het een beetje pittig te maken. Oregano. Platte peterselie. Snoeppaprika. Cherry tomaatjes. En heel belangrijk ook. Chorizo worst. Ja, nou, dat is het een beetje. En natuurlijk de kip en de konijn. Die staat in de ijskast. Die ga ik dadelijk, als ik de kippenbouillon heb gemaakt, ga ik die opzetten. De konijn uit de ijskast gehaald. Dat is ongelooflijk hoeveel vocht eruit komt, bloed. En de kip, dijfilet. Die gaan we zo lekker bakken. Beetje olijfolie erbij. Helemaal super. Water heb gekookt. Ik heb de kipbouillon erbij gegooid. Laten we maar even weer koken en dan zetten we hem opzij. Helemaal super, je eigen bouillon. Even mijn gaspit af laten koelen, een beetje water erop gegooid. Ik heb een elektrische kookplaat, dat is irritant, dan blijft die plaat warm. Anders kan ik natuurlijk mijn schaal er niet op zetten, want dan smelten mijn pootjes. Dus even af laten koelen. Even de sherry te maken en de stoepaprika afspoelen. Zodat ze een stukje zou zijn. Ik weet nou niet hoe je handen hebt gehad. Nou, dan gaan we de uitjes, de citroen, de knoflook eventjes. De sojasaus gaan we allemaal in stukjes snijden eventjes. Ik heb de pan aangezet. Vlees gepakt. Staat nou even buiten de ijskast, dus een beetje op temperatuur gekomen. Inmiddels heb ik alles voorgesneden. Dat zullen jullie zo zien. Maar we gaan eerst even het vlees in de pan doen. Olijfolie in de pan en dan het vlees erin. Olijfolie even warm laten worden en dan het vlees erin. Dan eerst eventjes op 5 tot hij goed warm wordt en dan ga ik hem op 3 zetten. Oké, ik heb het konijn in de pan gelegd. Gaat hem dan lopen draaien. Laat het pan eventjes bruin worden en dan draai je het om. Dus niet gaan roeren. Dan draai het vlees gewoon om, konijn. Maar de andere kant ook een beetje even de kleuren. De tand staat op 4. Wacht een minuutje of anderhalf, twee en dan gooi je de kip erbij. Nu gaan we de kip erbij gooien. Allebei heb ik ze licht gezout. En als ze zo meteen een beetje verkleurd zijn, haal ik het even uit de pan. Om in schaal te doen. En dan ga ik de rest even maken. Dan gooi je na de hand het vlees erbij. In het kookproces. Inmiddels heb ik het velletje even van de chorizo afgehaald. En die gaan we nou in schijfjes snijden. Nou is de kip en de konijn bijna gaar, dus nu strooi ik er even een beetje chilipeper overheen. Dat mag ik er even mee bakken en dan gaat het even eruit. Konijn en kip uit de pan gehaald en nu gaan we de rest even erin doen. Knoflook en de sirosso erin gedaan. Nu gaan we er een beetje paprika poeier over gooien. Niet te veel zo. Mengen we even goed.
Laat me dan een minuutje of twee, drie even opstaan. Mag iets harder weer. Of 2-3, dan gaat er weer wat anders bij. De uien erbij te doen, die heb ik kreven overheen gestrooid. Die meng ik kreven doorheen en dan gaat de deksel erop. Na 5 minuten gooi je er wat kurkuma overheen. Wat oregano. En wat rozemarijn. Meng je even goed. Het rijst wordt al wat dikker. Zo, gaat de deksel er weer even op. En dan gaat over 5 minuten gaat er paprika erbij. Nu doe ik eerst wat ik bijna zou vergeten, de witte wijn bij een as af te blussen. Hoef je niet te mengen, want dat trekt er vanzelf in. Nog wel een beetje mengen. Zo, nu ga ik de paprika erbij gooien. En de peterselie. Dan mengen we ook even goed. En dan gaan de doppertjes en de prinsessenboontjes erbij. Ik heb een deel van de doppertjes en de prinsessenboontjes erop gerookt. Die gaan we er nu goed doorheen mengen. Alles zit er goed door en nu doen we de deksel er weer even op en laten we het nog een kwartiertje lekker sudderen. En dit is hem dan geworden, de Rotterdamse paella met konijn en kip. Ik zou zeggen weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei!